Het waren innoverende dagen hier ook in Straatsburg. Iedereen spreekt je aan, iedereen kijkt naar Nederland. Nederland toont aan hoe we populisme verslaan. Na 4 jaar stevige oppositie heeft het CDA een uitstekend resultaat neergezet. Ik wil ook graag alle kiezers bedanken die hun stem op onze partij of op de andere democratische positieve partijen hebben uitgebracht. Het CDA staat sterk in Nederland, zowel in de Tweede als in de Eerste Kamer. Dat biedt perspectief. Samen gaan we nu werken aan een beter Nederland, een betrouwbare partner, ook in de EU. Deze week heeft het parlement hier gestemd over de Europese wapenwet. Jagers en sportschutters hoeven zich geen zorgen te maken. Zij kunnen hun beroep of hun hobby blijven uitoefenen. Maar we zijn erin geslaagd om een scherpe wetgeving te maken tegen illegaal wapenbezit en wapensmokkel. Europees breed. Safety first. Bovendien hebben we een krachtig signaal afgegeven. De mout, de tolheffing op de Duitse snelwegen een halt toe te roepen. Deze tol discrimineert Nederlanders die over de Duitse wegen rijden. We hebben voor een resolutie gestemd die de Duitse plannen tegenhoudt. Het woord is evenwel aan de Duitse regering. Wilt u meer informatie lezen? Ga dan naar mijn website lambertvannistelrooy.nl. Ik dank u wel.